Als je dit scherm al ziet, als je de game laat, dan weet je al wat er gaat komen. Namelijk F1 22. Vandaag gaan wij beginnen met een nieuwe My Team. We kunnen het spel eerder spelen vanwege de Championships editie. En ik verwacht hier gewoon weer spektakel. Nieuwe auto's, nieuwe motoren, nieuwe rijders. En natuurlijk ook een nieuwe carrière mode. Ja, ben jij gewoon nog niet geabonneerd op dit kanaal en wil je mij op de voet volgen naar dit succesvol wekelijkse F1 22 content, schakel dan gewoon op de abonneerknop. Druk dan op de abonneerknop zou ik zeggen en schakel ook gelijk dat belletje aan. Dus je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Gewoon doen, abonneren is gratis en het zou mij echt tof zijn als we door middel van deze content, door F1 22... dat we doorgaan naar de 120 abonnees. Dus ben jij nieuw, abonneer vooral voor meer. En ram ook gelijk op die abonneerknop. Gewoon doen, zou ik zeggen. Gewoon doen, ben je dat niet? Gewoon doen. Heb je een maat die F1 leuk vindt? Zeg dan dat je op mijn kanaal moet abonneren. Gewoon hartstikke vet. We hebben een aantal opties die wij hebben gekozen. En met een nieuwe My Team komt ook gelijk de vraag: met welke motoren gaan we rijden? Wat wordt de kleurstelling van de auto? Wie wordt mijn teamgenoot? En nog belangrijker, wat gaat er dit jaar gebeuren? A glimpse inside the prestigious and alluring lifestyle of Formula One. Your own personalized space where you can customize the appearance of your location, view past triumphs and career highlights. Watch replays and customize your driver avatar. And of course, admire your fabulous supercar collection. En met F1 Live. Ja, de mevrouw vertelt het al uit, dus ik hou even mijn mond. Visit the virtual showroom, admire the trophies in your cabinet, as well as watch on-track highlights in the theater. Most importantly, in customization, you can customize both your driver avatar and location, totally transforming the look of your F1 life. You can visit drivers that you see in your F1 life or any of your F1 22 friends by selecting F1 life visitors. Don't forget to give them a like if you admire their style. F1 life is your opportunity to create a style all of your own. Speaking of which, it's looking a little bare in here. Let's go and unlock your very first supercar. Oftewel, F1 Live is een soort van GTA 5, alleen dan Formule 1-achtige stijl. Daarmee hebben wij ook supercars. En daar zit bijvoorbeeld de Mercedes safety car of de Aston Martin safety car die wij kunnen unlocken. Daarvoor moeten wij activiteiten doen tijdens de carrière mode. En dan krijg je die volgens mij, als ik dat goed zeg, en zo niet, ja, dan is dat jammer. En we hebben al 1 token gekregen, dus die kunnen we gelijk gaan spenderen aan een auto. Even kijken wat het dus gaat worden. En dan gaan we voor de Aston Martin Vantage F1 editie. Avatars kunnen wij dus ook maken. En die kan je gewoon later bewerken. Dat is nou eenmaal wat we dus gaan doen. Maar het belangrijkste, een nieuwe My Team. Daarvoor zijn wij hier. We zijn niet voor F1 Live. Know your fucking place, trash. Even kijken of we dat nou wel gaan uploaden. Maar ja, ik focus me meer op My Team Career Mode. Daar heb je het al, My Team. Met Arava op de achtergrond. En we zijn een nieuwkomer. We zijn gewoon een nieuwkomer. Zo simpel is dat. We gaan niet gelijk voor het kampioenschap. Ik wil mijn weg omhoog zien te vechten. En een custom season. Een volledig seizoen vind ik iets te lang. We gaan gewoon eerst beginnen met 16 races. En stel dan gaan we het opvoeren naar bijvoorbeeld 22. Of misschien verlagen we het wel naar 10. Allemaal even kijken wat er in de resterende seizoenen gaat komen. Saoedi-Arabië laat ik nog even uit. Ik weet niet hoe die baan is, want in F1 2021 heb ik daar gewoon niet op gereden.
Als we een aantal seizoenen verder zijn, dan wil ik daar wel graag op rijden. Hetzelfde kan ook misschien gelden voor Monaco. Miami gaan we sowieso naartoe. Dat lijkt me wel een leuk circuit om op te rijden. Een snel circuit is dat. Hetzelfde geldt voor Saudi-Arabië. Singapore, even kijken wat we daarmee gaan doen. Het is een lange wedstrijd namelijk. Amerika er sowieso op. Abu Dhabi, het geüpdate circuit zit erin. Spanje is ook geüpdate. Australië is ook geüpdate. Dus dat is wel heel vet dat ze dat erin hebben gezet. Want in F1 21 hoorde het eigenlijk al erin te zitten. Maar Codemasters dacht, nee, doen we niet. Japan laat ik denk ik ook uit. Singapore denk ik ook. Die races zijn wat irritant voor controlerijders. En dan is dat dus de kalender gaan voor een aangepaste setting. De racestijl is bij mij standaard. Ik doe het voor de lol namelijk, dus dan verwacht je wel iets. Assist voor remmen gaat uit, anti-locks gaat uit, traction control mediums, racelijn uit, pit assist uit, alles uit van de assist, dus ook de formation lap en de gridslots moeten wij handmatig doen, wat ook super vet is dat ze dat hebben toegevoegd. Ook een nieuwe ingenieur, Mark Priestley, is de vervanger van Jeff. Alles even aanpassen wat we dus gaan doen. De simulatieverandering, oftewel de AI, gaat naar 90. We gaan er gelijk vol voor. 90 wordt het hele seizoen lang. En misschien kunnen we dan in seizoen 2, stel wij zijn in één keer dominant, dat we dan kunnen vechten met een teamgenoot en dat de AI naar 92 gaat. Maar we beginnen gewoon gelijk met 90. Ik wil kijken wat dat wordt met een hele slechte auto. We gaan gewoon een immersive pitstop doen. Hetzelfde geldt voor de safety car. Die wordt verhoogd. Dus meerdere safety cars kunnen op de baan komen. Formation lap gaat aan namelijk. Alles even dubbel controleren namelijk. Of we niet iets vergeten zijn. Alles van de assist gaat uit. Dus pit assist. Formation lap assist gaat uit. Start assist gaat uit. En we gaan ook de My Team icons erin zetten. Oftewel Jacques Villeneuve. Nico Hülkenberg. Felipe Massa. Al die dingen. Al die rijders worden dus toegevoegd. En dan is het nu tijd om een eigen team te creëren. En gaan we een rijder creëren. Weer gewoon mijn avatar. Ze hebben hier helaas niet mijn gezichtsvorm. En mijn ogen. Dus dan wordt het gewoon eentje random pakken. Die we altijd al doen. En het is deze jongen. Deze kerel. Die pakken wij dus eventjes. Nou, het land is gewoon normaal Nederland. We zijn Nederlands. En de naam is gewoon, de voornaam. Mijn voornaam is Gianan. Als je dat nog niet wist, dat verbaast me. Want mijn kanaal heb ik naar mezelf vernoemd. Jazeker. De achternaam is dus Schraven. Yes. JSC. Dat is een ode aan Michael Schumacher. Want die reed met MSC. Mick rijdt nu ook met MSC. Alles klopt van de informatie zie ik. Audionaam. We zijn normaal de professor. Dus hopelijk dat die hier ook aan toe zit. Toe wordt gevoegd. Helemaal naar de T denk ik. Jazeker, dat is hem. De professor, zoals David Croft het zegt. Ook leuk, Alex Jax zit hier nu bij. Samen met een dame. And now, let's focus on your driver's look. Dus verschillende commentatoren. De helm wordt ook mooi aangepast naar het teamkleurendesign. Hetzelfde gaat ook voor het pak, de handschoenen en de auto natuurlijk. Moet je wel even kijken wat een mooie kleur wordt.
even kijken welke kleuren de helm wordt. En vanuit daaruit kunnen we bouwen op de auto en de handschoenen en de pakken. Dat doe ik eigenlijk altijd bij My Team Career Mode. Eerst het helm design en dan de rest van het veld, eigenlijk van de auto. Net maar hoe je het wil. We gaan voor wat is het? Ja, hoe noem je dat nou? Arquaans, ik weet niet hoe het zegt, blauw. Wat een beetje opvalt, wat uitstraalt. Het pak wordt daar ook op gebaseerd met die kleuren erbij. Ik weet niet of deze muziek copyright is. Want F1 heeft hier gewoon achtergrondmuziek erin gezet. Niet wetende, stel dit is allemaal copyright, ja dan krijg ik gewoon dikke claims op mijn kanaal. Wat niet de bedoeling is. Dus ik moet even kijken, stel ik krijg in deze video een copyright claim, dan demp ik alle muziek wat hier op de achtergrond wordt gespeeld. En dan hoor je gewoon geen muziek, of dan hoor je gewoon muziek wat niet copyright is. Maar dan hoor je al die sound effecten niet, zoals de man die praat. Dus ja, dat is wel jammer. Ik weet niet of je dat kan uitzetten. Dat zal ik ook even checken in de volgende video of dat kan. Maar in ieder geval gewoon door met de pak. Het pak moet ik eigenlijk zeggen. De handschoenen en de helm. Allemaal in dezelfde kleuren. Geel moet meer oranje worden, jazeker. Yes. En dan mag dat zwarte naar wit. Nou, top. Pak, helm, auto gedaan. Even een pose doen. Hoe wij willen staan op de grid. Jazeker, zo dus. Podium emotes, wat te doen. Stel, we hebben de race gewonnen. En dan vind ik het allemaal wel best eigenlijk. We kunnen nog een radio command doen. Alleen dat is allemaal voor later namelijk. En is het nu tijd voor de details. Het team wordt gewoon Schaven Racing. Zoals in F1 2020 en F1 2021 My Team Career Mode. Schaven Racing. Standaard. Gewoon je team vernoemen naar je achternaam. Ik vind het helemaal mooi. Jazeker. Now, some kind of income stream is critical. So we need to sign a primary sponsor. We moeten dus een hoofdsponsor tekenen. En wat zijn de inkomsten daarvan en wat zijn de doelen van die sponsoren? Stel, we staan er gelijk bij, wat ik niet begrijp, stel dat dat gaat gebeuren. Dan kunnen we een makkelijke hoofdsponsor kiezen waar we veel geld voor krijgen. Maar we gaan voor een uitdaging. 5 punten moeten wij dit seizoen zien te scoren. En dan hebben wij het doel van de sponsor bereikt. Ik heb al een keuze gemaakt voor welke motoren wij gaan. Wij gaan voor de Honda motor, oftewel de Red Bull Powertrains. En is het nu tijd voor een tweede rijder? Yuri Vips, ja, die is in opspraak geraakt. Die gaan we ook niet doen. Na een Twitch-stream heeft hij het N-woord gezegd. Dus hij wordt nu volop gecanceld. Is ook weg bij Red Bull. Want Red Bull heeft hem uit zijn juniorprogramma geschrapt. Gewoon weggejiet. Ik heb al een idee. Oscar Piastri lijkt mij denk ik iets te duur voor een beginnende coureur. En dan ga ik denk ik voor Theo Pourchaire. Als je nu het uitspreekt. Pourchaire, Pourchaire. We noemen hem wel Pourchaire. Jehan Daruvala gaan we dus niet doen. Yuri Vips al helemaal niet. Oscar Piastri is gewoon te duur. Hij is wel 67 rated. Hetzelfde geldt. Nee, dat is alleen hij. Ralf Besson en ik weet niet wie die andere was. Ja, die zijn gewoon te slecht. Die zijn te slecht en we gaan voor deze Fransman. De power unit kan. En dan is het nu tijd voor de kleurenstelling van de auto. We gaan gewoon even kijken welke de mooiste is. En het leuke is, je kan hier ook kiezen wat voor paint je wil. Wil je dan een mat finish? Een gloss finish? Het is heel vet wat dit allemaal kan. Jazeker, kijk maar. Nu is in één keer
Van mat naar donker. Het is echt heel gaaf dat ze dit hebben toegevoegd. Jammer dat het niet in F2021 zat. Maar goed, je kan niet alles hebben in het leven. En ik ben wel benieuwd welke kleuren wij gaan doen. Zo heb je een Alfa Romeo-achtige auto. Alleen dat doen we niet, want dat lijkt echt heel sprekend op. Nogmaals, die achtergrondmuziek kan ik niet dempen helaas. Dat zit bij het spel inbegrepen. Dus hopen dat daar geen copyright claim op komt. Dat zou wel heel zonde zijn als dat gaat gebeuren. Want ja, dan is gewoon heel deze video voor niks geweest. En dan heb je echt gewoon een kutleven als je dat hebt. We doen gewoon weer, waar is het? De Wave op de Halo zetten. Last but not least, we need to consider our brand, our badge and team colors. We moeten een logo creëren voor het team. Het is sowieso de S van Schraven. Dat kan gewoon niet misgaan, jazeker. Het logo wat in F2020 en in F2021 dus ook zat. En ga dus de teamkleuren even pakken. De achtergrond nog even aanpassen naar een mooie kleur. Kunnen we wit doen? Jazeker, kijk. Yes. En de teamkleuren. En die zijn dus gepakt van de auto. Dus dat is allemaal goed. Dit is dus het team. En dan gaan we lekker door. Met de career mode. Met ons avontuur voor aflevering nummer 1. Hit advance to head to team HQ. And we can start our push to the top of Formula 1. En dan is het gewoon, kijken wat het avontuur gaat opleveren. Kijken naar misschien een ander logo of andere kleuren namelijk wat we gaan doen. En dan is dit dan het hoofdkwartier, Will Buxton. And welcome to this, a very special edition of Paddock Pass. We're here at the headquarters of Formula One's newest team for an exclusive first look at what they will be bringing to the sport. It's always an exciting moment to welcome a new team onto the grid. However, what makes this occasion a little more special is how strikingly different the cars are this year. Yep, the long-awaited new regulations are finally here, and with them, the start of the next era of Formula One. The 2022 season ushers in a change of direction to the regulations aimed at promoting closer racing. With new aero additions in the form of swooping front and rear wings, along with the new eye-catching 18-inch low-profile tyres that will push tyre technology to the limit. So then, the question remains as to whether this team can grasp the opportunity before them with both hands and lead the charge against the rest of the paddock. We'll find out soon enough, as the new season is just about to begin. But first, let's see the unveiling of the team's car and meet the owner of the brand new Formula One team. Well, first of all, thanks so much for inviting us here today. It's been wonderful to see behind the scenes. As you might expect, I've got about a million questions, so let's jump straight in. En dan hier het interview met Will Buxton. Time since we last saw a team owner take their own car onto the track, and the sport's changed enormously in the intervening years. How are you going to handle the responsibilities of... Dit is gewoon een standaard interview en ik ros er eigenlijk gewoon even door, want ik heb hier eigenlijk allemaal geen zin in. Ik wil door naar de kwalificatie. Want dat wordt een grote uitdaging. De auto is gewoon heel slecht. Misschien dat we uit het interview nog upgrades kunnen binnenhengelen. Kijk maar. Aero Department heeft dat dus gewaardeerd. Dus misschien kunnen we wat naar voren komen, maar ik ben er bang voor. With so many specialist departments working together here at your headquarters.
Het interview zit erop. En dan zijn we aanmiddag bij de kwalificatie. Hier in Bahrein, voor Q1. Dit is een aanboordshot van de auto. De curbstones zijn hier nog trickier dan voorheen. Ze remmen je namelijk echt af, dus daar moet je gewoon mee oppassen. Je kan de auto heel makkelijk blokkeren, heb ik gemerkt, als je op een curbstone rijdt. En moet er gewoon voorzichtig aan doen, de tractie is ook slecht. Waarom? Ja, de auto is gewoon nog niet helemaal zoals wij willen. Dit is gewoon nog steeds een standaard auto. En upgrades moeten pas in ronde nummer 4 of zo pas aankomen. Kijk, we hebben ook gewoon momenten overstuur, gewoon door, ja, weet ik wat. De auto ligt ons gewoon nog niet. Maar het is ook logisch, want het is onze allereerste race en hebben nauwelijks updates meegenomen. Terwijl Carlos Sainz volgens mij achter mij zit. En die haalt ons even in, denk ik. Jazeker. Sainz voorbij en zet gelijk de snelste tijd neer. Wij noteren een 1.34.8. We kunnen nog een ronde eraan toevoegen. Tot nu toe nog niet verkeerd. We staan op een P8. Achterland Stroll. Maar Theo Pourchaire is al sneller. P9. Twee posities harder. We kijken of wij ons kunnen verbeteren. En hebben alles teruggepakt in die laatste bocht. Die is heel goed. Maar dan komen wij gewoon niet verder dan onze eigen tijd. Mark Priestley zegt nog een minuut. En wij staan gewoon hartstikke laatste. Pourchaire op P21. Het zou toch niet zijn dat mijn teamgenoot hier ons gaat verslaan. In onze allereerste kwalificatie van het team. Moeten gewoon hier alles gaan geven. Tot nu toe verloopt het goed, de derde run. De vlag hangt uit. Zhou. Na P21, die heet trouwens hier in F1 22 Guan Yu. Maar hij heet gewoon Guan Yu Zhou, dus ik ga hem gewoon Zhou noemen. En dan waar komen wij te staan? ...21ste. Pak het toch nog een plekje. Maar het is Charles Leclerc die snelste is in Q1. Perez op P2 op 2 tiende. Verstappen op 3 op 2 tiende. Maar wij pakken de 21ste positie. Mijn teamgenoot verslaat ons in onze allereerste kwalificatie voor het team. Ook voor mijn teamgenoot. Dus dat is lekker meegenomen. Starten dus vanaf P21 is het op naar onze allereerste race van F1 22 hier in Bahrein. Daar gaan we dan. Months of rumor and speculation all comes to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Charles Leclerc lines up on pole position and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Perez, Hamilton, Carlos Sainz and Russell. Bottas, Fernando Alonso, Ocon and Kevin Magnussen, Gasly, Tsunoda, Sebastian Vettel and Albon, Stroll, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo and Nicholas Latifi, Theo Pourchaire, The Professor, Norris and Guan Yu Zhou. And with preparations almost complete, let's head down to the track. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. And they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises.
Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Mark zegt, ja, ik weet wat je kan doen. Stel me niet teleur. Dan gaan we gewoon beginnen voor de allereerste race van F1 22 My Team Career Mode. Een eenstopper. Medium hard is de strategie. Maar eerst de Formation Lab. En dan laat ik jullie gelijk zien hoe het is om in een gridslot te rijden. Optimale RPM moeten we dus zien te naderen en het is ook gelukt. Niet hoog in de refs gaan, oftewel niet te veel gas geven. Rustig opbouwen, zegt Mark. En dan zijn we alweer aanbeland bij het einde van de Formation Lab. En dit is nou het leuke hiervan. Je krijgt zometeen, ja, dat dus te zien, een pijl. Dat ben jij dus. En je ziet waar je de auto positioneert en hoeveel meter je er vanaf bent. Nu is het ongeveer 50 meter nog tot de gridslot. En dit moet je perfect timen. Goed geparkeerd. De lampen gaan aan voor de allereerste aflevering van F1 22 My Team Career Mode. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen prima weg. Een beetje wielspin, maar dat is geen probleem. We hebben al gelijk met teamgenoten verschalkt. Latifi heel slecht weg. Ricciardo probeert die binnenkant te blokken, maar dat lukt niet. En wij zien hier een gat. Schumacher doet daar een beweging naar rechts. Maar wij pakken P11. Het is een beetje duwen en trekken met de concurrentie. En hoop ik hem nu naar Kevin Magnussen toe rijden? Nee, want hij heeft een betere acceleratie. Albon maakt een divebomb. En wij kijken aan de buitenkant van Magnussen. Nee, worden daar een beetje wijd geduwd. En raken per ongeluk de Deen. Hier helaas stuiteren wat van die curbstone af. En dat gat naar Magnussen is in één keer gegroeid tot 18e. Proberen hem hier nog wel dicht te remmen. Maar heel veel onderstuur kikt in. Heel veel onderstuur bij de auto. Tot nu toe P11. Een hele goede start. Geel. Er is iemand wijdgeschoten daar bij de hairpin. Maar ik weet niet wie dat is. Daar zit Yuki Tsunoda aan de binnenkant. Maar wij hebben hier meer snelheid. En houden die P11. Daardoor is het gat naar Magnussen gegroeid tot 1,2 seconden. En dat is inmiddels groter geworden. Tot 2 seconden. En we zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Gaan hier verdedigen van Yuki Tsunoda. En is er voorbij. Kunnen wij nog terug aanvallen? Nee, maar proberen het wel. En gooi je daar gewoon de lijn weg. Gasly zit daar aan die binnenkant. Flink moment overstuur op de exit. Gasly wordt daar gewoon wijd geduwd. Mick Schumacher zit te kijken. Raken Gasly. Sorry, Gasly raakt mij. Drie dik hier tussen Gasly, mijzelf en Schumacher. Dat is wielbengen tussen de Fransman. Maar wij houden nog steeds die P12. Maar ik denk dat het heel lastig gaat worden voor ons om deze positie vast te houden. Voelen gewoon onderstuur en overstuur bij de auto. Deze auto is gewoon nog hartstikke slecht. Belachelijk slecht. En dat moet dus in de resterende races van dit seizoen alleen maar beter worden. En Gasly, nee, Schumacher. We gooien daar zijn aanval bij de knik. Maar is nog steeds op die P13. Nee, Schumacher naar binnen. En Gasly is er al voorbij. En hier dan drie dek tussen Albon, mijzelf en Lando Norris. Probeer hier terug te komen. Jazeker, lukt dat. Laten staan. Alleen dan haken onze wielen in elkaar tussen mezelf en Ricciardo. Ik dacht even dat het Norris was. Het was Daniel Ricciardo. En wij zijn terugverwezen tot de laatste plek. Schumacher en Porsche zijn naar binnen gedoken. Die hebben denk ik iets aan de voorvleugel opgelopen. Maar al dat harde werk is nu voor niks geweest. We rijden dus nu op P20. Jammer maar helaas. In ronde nummer 7 zitten we alweer als Mick Schumacher naar ons is toegereden op diverse softbanden. Hebben hier gewoon flink momenten overstuur. En Schumacher kijkt voor P20, maar schiet weer rechtdoor.
Schumacher schiet gewoon steeds rechtdoor bij die chicane. Dat betekent dat wij nu even wat lucht hebben van de Duitser. En dat gat is nu 6 seconden. Ricciardo rijdt op P19. En Porsche rijdt op P21. Heeft Schumacher ingehaald. Ronde nummer 8. Als het geel is op het eerste rechterstuk. Er rijdt iemand langzaam. En dat is Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo gaat uitvallen in de grote prijs van Bahrein. In de openingsrace van F1 22. My Team Career Mode. Hij moet de auto aan de linkerkant parkeren helaas. Het is wat het is. Het gat naar Vettel is gegroeid tot 17,9 seconden. En we zitten pas in ronde nummer 8. Dus dit wordt een hele saaie wedstrijd. Waarin de realiteit hard aankomt voor het nieuwe team van mij. En Porsche rijdt daar niet al te ver achter ons. Dit gebeurt er met Ricciardo. Motorproblemen? Jazeker. Een ploffende motor. Voor de Australiër. Een DNF voor Daniel Ricciardo. Dit kan nou eenmaal gebeuren. Het is wat het is. En hij parkeert hem hier bij Marshall. Jazeker, doet hij goed. Dan zitten we in ronde nummer 9. Als het daar weer geel is, Kevin Magnussen uitgevallen. Met een probleem. Staat aan de linkerkant ook stil, net als Ricciardo. Twee uitvallers, Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen. Wij rijden op een P18. Maar dat gat naar Vettel is groot en groter geworden. 20,9 seconden is het ongeveer. 19,7. En dat rijden we denk ik niet meer dicht. Weer geel, want Porsche is doorgestoken. En Schumacher nu achter ons. Herhaling van wat er is gebeurd met Kevin Magnussen. Een motorisch probleem gooit roet in het eten. De tweede uitvaller van de dag. En dan zitten we in ronde nummer 10 als Mick Schumacher weer naar ons is toegereden. Heeft veel meer snelheid in die Haas. Rijdt er als een gek voorbij. Probeer hier wat terug aan te vallen. Jazeker, en dat lukt. En geel, Schumacher gespint. Mick Schumacher is hem kwijt. En Theo Porsche is naar P19 gegaan. Rijdt achter ons, probeert daar een aanval te doen aan die binnenkant. Rijdt op die softbanden een beetje met elkaar knoeien hier. Maar dat mag allemaal. En wij behouden nog steeds die P18. Maar je koopt er helemaal niks voor. Vettel is al helemaal weggereden van ons. Het gat is 23,7 seconden. En wordt alsmaar groter en groter. Wat doet Porsche hier? Wat doet Theo Porsche? Gaat daar wijd? Gaat daar wijd, jazeker. Hij gaat daar weer wijd, hè? Niet normaal. Gat naar Vettel is 24,5 seconden geworden. En in ronde nummer 12 duik ik naar binnen voor mijn laatste pitstop van de dag. En dit is ook nieuw. De pitstop moet je dit keer timen. We gaan kijken hoe dat is. Dit is de allereerste keer dat ik het ga doen. En nu op A en die was heel slecht. Die was echt heel slecht. En Porsche heeft dan een pitstop gemaakt en kan ons undercutten. Waar is Porsche? Daar zijn al de leiders in de wedstrijd. En daar heb je al George Russell. We schieten hier door. Koude banden, koude banden. Flink wat dealspin. En moeten het hier gewoon echt, we stoeien gewoon met de auto, blokkeren Porsche omdat hij er niet langs moet van ons. Remt, houdt hij dit? Houdt hij dit? Nee, dat houdt, ja, dat houdt hij wel. Dat houdt hij wel. Jazeker. We staan gewoon op achterstand van mijn teamgenoot en daar hebben wij Mick Schumacher die 2/10 achter ons rijdt. De banden zijn gewoon nog niet op temperatuur, schieten hier wat door, hebben gewoon momenten onderstuur en overstuur. De auto doet niet wat ik wil.
En Schumacher gaat daar weer wijd. Jazeker, Mick Schumacher vergalopeert zich daar voor de zoveelste keer bij die chicane. En dan zitten we in ronde nummer 14. Als we daar de leider in de wedstrijd hebben, Charles Leclerc gaat ons hier op een ronde zetten. En Mick Schumacher kan profiteren. Jazeker, raast er als een gek voorbij. Proberen hier terug aan te vallen. Schumacher raakt daar bijna Charles Leclerc. Mick, opletten jongen wat je doet. Wij pakken hem gelukkig weer terug voor P19. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed. Schumacher aan de buitenkant. Kan het niet proberen. Magnussen uitgevallen. Ricciardo uitgevallen. Wat gaat Schumacher hier doen? Gaat hij weer de fout in? Houdt het dit keer binnen de lijntjes. Doet het goed. En daar de auto een beetje kwispelachtig. En blauwe vlaggen voor Schumacher. Omdat Verstappen ons op een ronde gaat zetten. Wij moeten aan de kant voor mijn landgenoot. De regerend wereldkampioen in F1 22. En we gaan daar ook mooi aan de kant. Wat kan Schumacher hier? En wat kunnen wij? Kunnen wij mee profiteren van Verstappen? Wel twee keer corrigeren, omdat de auto achter ons vandaan stapt. Schumacher aan de buitenkant is er voorbij. Jazeker. En rijden op de laatste plek rond. En Schumacher rijdt al gelijk van ons weg. We hebben DRS. Kunnen we nog iets proberen dan? In ronde nummer 16. Nog 13 rondes te gaan. Nee, kijk maar. De topsnelheid van die Haas is oh zo goed. Kunnen helemaal niks. En krijgen nu een blauwe vlag vanwege George Russell, die volgens mij op P4 rijdt. Sorry, of is dat Perez? Dat is Checo Perez. We moeten even aan de kant. Dat doen we ook mooi. Ook Carlos Sainz zit daar. Wordt daar even in de weg gereden door ons. Maar is nog niet te dichtbij om nou echt zeggen, ja, laat hem nou maar voorbij. Dat doen we hier dan. Helemaal van het gras af. Voor Carlos Sainz. En daar hebben wij de beide Mercedes'en. Ja, we maken een fout. We maken een fout. Iets te vroeg op het gas. En je bent hem gelijk kwijt. Het is net de Tunnelsnap. 1, 2, 3 en weg is de auto. Dan zitten we in ronde nummer 21. En ik ga gewoon naar binnen voor een setje soft. Het boeit me eigenlijk allemaal niet zoveel meer. We staan gewoon stijf achteraan. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Ja, proberen dat deze pitstop misschien wel goed wordt. We zullen zien wat het systeem zegt of vindt. Nu op A, ja zeker. Een prima pitstop. 2.3. Top. Jammer dat het bij die eerste pitstop niet goed ging. Maar goed, het is wat het is. Daar kan je niks aan doen. Denk ik. En dan hebben wij daar Fernando Alonso volgens mij rijden. Ziet er hier te ver door. Oh nee, dat is Aston Martin van Vettel. Hebben Vettel per ongeluk benadeeld. Albon is dat geweest. Niet Alonso, maar Alexander Albon. En moeten nu van het gas. Drie dik, maar we hebben hier meer tractie. Beetje wielbengen met de voorganger. Eigenlijk mag dit niet. Maar goed, ik zie nu geen blauwe vlaggen, dus dan mag het, vind ik. En wie is hier dan de volgende die ons voorbij moet laten? Zou je nu weer blauwe vlaggen krijgen? Dat is volgens mij een Alfa Tauri van Yuki Tsunoda. Nee, dat is een Alfa Romeo van Guangyu Zhao. Oftewel Zhao Guangyu. Oh, hij schiet zelfs door. Hij schiet zelfs door. Alright, weten we dat. Maar gaan hier nu echt van het gas af? Oh, hij rijdt er niet naartoe. Hij rijdt er gewoon niet naartoe. En dit keer hebben wij Carlos Sainz. Die laten wij voorbij. Jazeker, maar het nadeel, wij rijden op die softbanden en hebben de betere tractie. Ja, en dan kan ik hier niks aan doen. En dan blokkeert Leclerc gewoon bij de wielen. Oh, daar is Albon, die daar ook even blokkeerde. Schok van Charles Leclerc. Maar daar, hier kunnen wij dus niks aan doen. Wij houden gewoon die binnenlijn en de AI blokkeert automatisch daar. Zo kan je AI dus op een fout dwingen, wat eigenlijk best wel nice is.
Dat hebben wij in F1 2021 dus namelijk bijna nooit gezien. Wat hier dus wel kan. En dit keer moeten we Leclerc dan dus echt voorbij zien te laten. Die rijdt volgens mij al in ronde nummer 28 volgens mij. Nou, hij rijdt er niet echt naartoe. Maar dat kan ook zijn omdat we op de softbanden rijden, hè. Omdat wij wat hogere topsnelheid hebben. En meer grip. Maar hier dan is het echt gedaan. Jazeker, Charles Leclerc gaat ons opnieuw op een ronde zetten. En hij zit al volgens mij in de laatste ronde, als ik dat goed zeg. Bij in ronde nummer 26. Hij zat niet in de laatste ronde. Terwijl we daar even Hamilton weer diezelfde fout maken. Hamilton en alle andere AI's hebben gewoon iets met die knik. Even te corrigeren. Charles Leclerc zat er net niet in de laatste raceronde. Die zit nu in de laatste raceronde. Wij moeten nog twee rondjes eraan, maar worden gewoon afgevlacht als laatste gefinishte rijder. Hoe pijnlijk het ook is, dit is niet wat ik wil zien. Maar ik ben er bang voor dat het heel dit seizoen zo wordt. Leclerc pakt ook dat snelste raceronde punt. Een perfecte start voor de Monegasque hier in Bahrein. Net als in real life pakt hij de openingsrace van het nieuwe seizoen van F1 2022. Wij finishen hier als laatste van de grote prijs. Na een heleboel acties, jammer maar helaas, is het op naar de volgende race in Australië. That's it then for another spectacular Grand Prix here in Bahrain and a real champion's drive to take the win. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Looking at the podium, you can see that red suit, familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. De prijs van Bahrein pakt ook dus als resultpunt. Verstappen naar P2. Sainz op het podium voor Ferrari. Norris krijgt driver of the day. En wij dus helaas naar P20. Met een 5 seconden tijdstraf. Ferrari leidt het coureurs, constructeursklassement. En coureurs met Charles Leclerc. Dus ja, het wordt wel een bittere actie. Maar wij moeten hier echt iets aan gaan doen. Anders verwacht ik gewoon een eenzaam seizoen. En dan alles overzetten op het volgende seizoen als het zo eindigt. Maar dat hopen we dus niet. Maar goed, ik ga deze video, allereerste video van F1 22 afronden mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse Formule 1 content zien op mijn kanaal. Zoals F1 22, My Team Career Mode. En F1 2010 Career Mode, abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. En ram ook gelijk op dat belletje, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Kom ik even op de sociale media, @GianAnschouwen op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het Gianan mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Verder met meer Formule 1 content, tot de volgende keer.